begrotingsdebat, dat was van oudsher het politieke hoogtepunt van het jaar in de gemeenteraad. Maar de vraag is of dat nog wel zo is. Onze collega Wilco Lauwers was er gisteren bij hier in Enschede. Kan ons precies vertellen of er nog een beetje vuurwerk te beleven viel. Hi Wilco. Hi. Nou, vuurwerk? Nee, er viel Russen mee. Maar ik denk dat de belangrijkste vraag bij het begrotingsdebat, die sla je eigenlijk over. En dat is? Ja, wat staat er op het menu? Ja, precies. Ja, dit bedoelt, het zijn vergaderingen van 7 uur. Dus er is altijd een even eten tussendoor. Ja, dit waren de toetjes. Ja, het eten zelf was al bijna op. Dus heb ik niet meer op de foto gezet. Er zou een beetje een teruggaan. Het was al verteerd. Maar het was heerlijk. Ja, echt van alles wat groenten, broccoli, bloemkool met zo'n sausje erover, rijst. Prima voor elkaar. Ja. Goed ja. Voor onze volksvertegenwoordigers. En natuurlijk iets met mango of ananas. Lekker. Ja. Was goed, ja? Ja, was lekker. Nou, ja. Fijn, Wil. Wat dat betreft heb je je vermaakt, ja. Kerel. Ja. Hartstikke mooi. Maar dan even naar het debat, want dat is volgens mij waar het dan echt over gaat. Dat is ook. Nee, ik weet dat jij niet voor het debat gaat, maar voor de toetjes. Dat, maar goed, je kunt dan maar zien dat ik wel van lekker eten hou, denk ik. Dus, dat is ook belangrijk. We zullen zometeen nog meer over eten hebben. Blijf luisteren, Wilco. Ging het debat zelf, waar ging het debat over? Nou, het zou over de begroting moeten gaan, maar uiteindelijk ging het opvallend weinig over de begroting. Kijk, dat komt eigenlijk een beetje. Je hebt zoiets als de zomernota, daar hebben we laatst al een keer over gehad. Of met Niels was dat misschien. Maar in ieder geval, daar hebben we in het programma wel eens over gehad in de zomer. En in de zomernota, dat is eigenlijk al een soort begroting. Alleen vroeger was het zo dat dan in die tijd voordat de begroting kwam, veranderden allerlei plannen. En dan kwamen, allemaal lastig geworden. September circulaire, dat is dan. In september komt dan een bericht vanuit Den Haag. En dan zijn weer nieuwe berekeningen doorgevoerd op wat de gemeente allemaal voor geld krijgt vanuit Den Haag. Ja, en dan zijn er allerlei wijzigingen. Alleen is er een paar jaar geleden afgesproken dat niet meer wordt meegenomen. Dat doen we één keer een jaar, dat is in het voorjaar. Dan kijken we van hoe de status is van het geld uit Den Haag. En doen we niet meer aan het einde van het jaar. Dus in feite verandert er vanuit de zomernota naar de begroting niets of bijna niets. En dat is wel jammer, want Het was vroeger echt het hoogtepunt van het jaar. Hè? Daar keek je naar uit, ook als journalist. Ik kan me herinneren ooit toen ik begon in de Achterhoek in Berkeland. 15 jaar ooit, heel lang geleden, bijna 15 jaar geleden. Ja. Maar dat dag, hoor, ja, daar werd een hele dag voor uitgetrokken. Dat was fantastisch, mooie beschouwingen. Net als je rond Prinsjesdag ziet, hè, de dag daarna, na Prinsjesdag. Ik hoor je eigenlijk zeggen dat moment waarop je als volksvertegenwoordiging in bijzijn van de pers, maar natuurlijk ook eventueel mensen op de publieke tribune, beschouwt, terugkijkt en kijkt waar het naartoe moet, dat moment een beetje weg is. Precies, die stip op de horizon waar je met elkaar over praat. En dat komt ook door allerlei andere zijdebatten, hè, want het wordt ook in het debat aangehaald. Nee, daar gaan we bij het woondebat over hebben. Of daar hebben we het bij het vergrijzingsdebat over. Of het energiedebat. Geen integraal verhaal meer van waar we nou staan als gemeente en waar we naartoe willen. Dat is eigenlijk de zomernota. Maar ik heb gehoord dat ze die twee misschien wat willen samenvoegen. Dat ze gewoon één moment gaan uitkiezen. Misschien in de zomer. Dat is ons begrotingsdebat. Goed, het ging dus heel kort door de bocht. Ja. Misschien iets te gierend kort door de bocht. Niet over de begroting. Waar ging het dan wel over? Nou, misschien moeten we daar gewoon even naar kijken. Ik heb een kleine compilatie gemaakt. Goed. De focus in al ons beleid ligt wat ons betreft te veel op jongeren en jong talent en talentbehoud. En laten we als burgerbelang helder zijn, ook dit blijft voor de komende jaren zeker ook ons uitgangspunt. En blijven we dit beleid ook steunen. Echter zien wij, voorzitter, ook door deze sterke focus een onbalans ontstaan. En dus roepen wij als burgerbelang Enschede het college op om bij alle beleidsstukken de vraag te stellen: wat betekent dit voor onze ouderen en de toekomstige generatie ouderen? Hoe kunnen we dat verwerken in ons beleid? Hetzelfde geldt voor gezinnen. Voor ons als burgerbelangen Enschede een belangrijke doelgroep en de motor van onze samenleving. De ChristenUnie ziet het vergrijzingsdebat als opmaat naar beleid dat het zorginfarct voorkomt. Dat we met elkaar werk maken van waardig ouder worden en het niet alleen opschrijven. En zou het niet mooi zijn als Enschede op een gegeven moment het eerste bejaardenhuis 2.0 zou kunnen openen? Een hele knusse samenwerking tussen welzijn en woningbouwcorporatie en een zorgaanbieder. Een aantal weken geleden sprak ik een jongen van 17. En hij vertelde hoe normaal het gebruik van harddrugs is onder zijn leeftijdsgenoten. Hij vertelde hoe jongeren simpel zeggen: een pil is goedkoper dan 8 bier. Geld voor harddrugs gaat naar drugscriminelen. En die criminelen hebben een mega-impact op onze maatschappij. Ik hoef de voorbeelden denk ik niet eens te noemen. Iedereen hier, iedereen in de stad kent deze voorbeelden. Nu het zover is gekomen, moeten we ook alles doen om dit te stoppen. We moeten voorkomen dat het vuifsnuiven een blijvend iets wordt.
En we moeten voorkomen dat we een generatie X te zien gaan krijgen. Eén ding wat ons betreft onderbelicht blijft, en dat is het betaalbaar kunnen wonen in Enschede. Want wat is betaalbaar wonen in Enschede voor Enschedeërs als je gemiddeld 28.000 euro per jaar verdient? Je kan daar maximaal 125.000 euro voor lenen. En ik kan u vertellen, op Funda staat op dit moment geen één woning te koop onder dat bedrag. De focus ligt in de politieke arena en zeker in deze raadzaal al een tijd op de onderste helft van de woningmarkt. Het Vaneke zit vol, het Brunink zit vol. Waar blijft het plan voor, laten we zeggen, twee keer modaal of daarboven? Voorzitter, op zo'n manier bouwen we op de lange termijn Enschede de armoede in. Hier moet het roer en het denken hierover echt radicaal om. En wat ook heel erg ontbreekt, is de duurzaamheid. Een van de grootste opgaven uit onze tijd, de helft van de jongeren maakt zich ernstige zorgen. En dat zijn dan net de jongeren die wij willen binden aan onze stad. En na de afgelopen zomer hebben we helemaal gezien dat dit een terechte zorg is. En GroenLinks is in alle eerlijkheid ontdaan. En wij zullen dan ook tegen deze begroting stemmen. En voorzitter, zijn er dan nog zaken die het college wel voor elkaar krijgt? Jazeker, maar die betekenen op termijn het einde van onze stad zoals wij deze kennen. Die betekenen het einde van onze normen, onze waarden en onze cultuur. Want wat het college wel voor elkaar krijgt, is het plaatsen van een mega AZC tussen twee woonwijken. Wel 10 miljoen euro voor een onrendabel podium, maar geen geld om hier de hondenbelasting af te schaffen. Wel de veiligheid in het geding brengen met de bouw van een AZC, maar geen geld om zichtbare boa's aan te stellen. Wat een prioriteiten, voorzitter. En dat moet dus echt anders. Ja. Nou, ik hoor het al. Ja, het zijn veel dezelfde. Iedereen met zijn eigen. Ja, one-line is dan kunnen we maar ieder zijn eigen punten. Hè. Bij de PVV, die zagen we als laatste. Natuurlijk AZC en PvdA wonen. Migratie, PvdA wonen. 66 ook in dit geval. Ja, precies. Maar dan totaal de tegenovergestelde. Ja. Hè. PvdA zeggen meer betaalbare woningen. D66 meer dure woningen. Laat ik zo even maar even. Middenwoningen in ieder geval. Gechargeerd zeggen. Nou ja, GroenLinks die natuurlijk over duurzaamheid begint. Eigenlijk. Ik had er met iemand over, ja, geen raadslid, dus ik zal niet de naam noemen. Maar tijdens het eten, ja, het is misschien wel een beetje de verkiezingen die eraan komen. Elke partij kiest zijn eigen punten. Enige die daar niet bij gebaat is bij die landelijke verkiezingen is Burgerbelang. En die heeft het ineens over de vergrijzing. En niet over de doelstelling van de gemeente, namelijk jongeren aantrekken. Ja, en gezinnen. Hè? Dus en jongeren en gezinnen en ouderen. Eigenlijk moeten we gewoon voor iedereen goed zorgen. Dat is de conclusie van dit debat. Hè? Ja. Nou ja, dat is ook waar natuurlijk. Waar het is ook cool, maar ook een beetje een open deur. Ja. Maar wat ik dan bijvoorbeeld mis, is er is nogal wat gedoe rondom het gratis parkeeruurtje. Daar hoor ik niks over. Nee, dat was echt tussen de bedrijven door. Als ik dat eruit moet knippen, wordt dat heel lastig. Maar inderdaad, het parkeeruurtje, dat zat een beetje in een stukje van Malkis Jajan van de VVD. Want die geeft met zijn amendementen die heeft ingediend, preventie voor gebruik harddrugs. Moet ik zeggen, en aanpak woonoverlast. Ja, gebruikt die deels geld wat voor het gratis parkeeruurtje was. Hij geeft het geld eigenlijk al uit, terwijl dat parkeeruurtje nog geëvalueerd moet worden. Maar dat komt omdat Q-Park een claim heeft ingediend. Dat is de marktpartij die oneerlijke hier is. Concurrentie, zeggen ze. Ja. Ja, goed, de gemeente legt belastinggeld, 450.000 euro per jaar, besteden ze daaraan, zodat wij een uurtje gratis kunnen parkeren. Kijk, ik vind het hartstikke handig, zeker als het druk is in de stad, om er dwars doorheen te gaan. Ja, maar het is ook voor ziekenhuisbezoekers was het bedoeld. Ja, hè? Mensen precies, die een uurtje in het ziekenhuis moeten zijn. Nee, klopt, en een korte boodschap. Maar uiteindelijk concurreer je Q-Park, die gewoon voor 45 minuten 2 euro nog wat vraagt. Ja, die heeft een claim ingediend onder voorbehoud van nou ja, als dit eraf gaat vanaf het nieuwe jaar, dan trekken ze hem in. Ja, ja, maar oké. Okay. Open deuren met nog een paar kleine dingetjes. Verder nog iets bijzonders waar we het echt even over moeten hebben? Ja, Spataal kwam in eerste sprake. En dat is natuurlijk ook, we hebben gisteren op onze site dus terug te lezen bericht dat alle toezichthouders, de Raad van Commissarissen van Spataal BV, dat is het zelfstandige sportbedrijf van de gemeente, die zijn in één keer opgestapt uit oneenigheid met de gemeente. En dat werd ineens aangedragen gisteren van, hé, wat is hier aan de hand? Het heeft ook niks met de begroting te maken, maar goed, er werd over gepraat. We hebben met elkaar vertrouwelijk gesproken erover intern, en daar gaan we geen uitspraak over doen. En dat wil ik ook graag zo houden. Dus we gaan goed uit elkaar, we gaan prima. Dus we zijn alleen op bepaalde onderdelen, en die heeft u ook kunnen lezen, governance, rolopvatting, taken, bevoegdheden, niet met elkaar eens. Nou, dat kan. Maar het gaat met het sportaal hartstikke goed.
Voorzitter, er is nogal een uitspraak. Het gaat met Spotaal hartstikke goed als de hele raad van commissaris is opgestapt. Maar tegelijkertijd houdt de wethouder zich aan het vertrouwelijke gesprek wat is gevoerd. Maar wij zijn hier ook aandeelhouder, of het college is aandeelhouder, maar tegelijkertijd ook als opdrachtgever. En opdrachtgever, dat doen wij hier ook vanuit deze gemeenteraad. Ja, met alle respect, voorzitter, excuus voor u, maar met alle respect, u geeft geen opdracht aan de raad van commissarissen. Maar u geeft opdracht aan Spotaal, de raad van commissarissen, die houdt toezicht. En daar wil ik het ook bij laten. Het is een vertrouwelijk gesprek geweest. Prima zo. Ik snap het, maar zou u niet een gesprekverslag in de GMK, zodat we in ieder geval een beetje inzicht hebben. Besloten sessie hoeft voor mij niet. Even een gesprekverslag van dit en dat is er gebeurd. En dan zijn wij in ieder geval weer op de hoogte. Jazeker, voorzitter. Dank. Ja, ik bedoel, het kan toch niet zo zijn dat er komt straks een wolfverzoek van links of rechts om te weten wat hier speelt. Want iedereen voelt wel aan dat er wat speelt en dat u dat zo bagatelliseert. Ik vind wel een beetje een niet passende houding, moet ik zeggen. Ik snap wel dat het op dit moment eigenlijk geen goede vraag is en wellicht een goede reactie. Maar zeg dat dan en laten we dit hele discussie daar ergens anders voeren. Wij moeten als raad natuurlijk ook wel een beetje onze positie kennen en niet overal ons tegenaan lopen moeien. Tegelijk is het natuurlijk wel zo dat Spotaal wel een instantie is waar wij nogal wat doelen mee willen bereiken in de stad. Ik vind het echt een heel raar verhaal waar ik niet zoveel mee kan en ik toch wel behoefte heb aan wat meer verduidelijking. Ik bedoel, als het noodzakelijk is om binnenkamers in volledige geheimhouding daar een aantal zinnen aan te wijden, vind ik dat prima. Maar volgens mij is het helemaal niet opportun om dat nu in de begrotingsbespreking te bespreken. Oké, dit is inderdaad de laatste toezegging. Stel me dan enigszins gerust. Maar ik zat hier ook met verbazing naar te kijken, Wilco. Ja, schoorvoetend wordt dan toch maar even hoeveel geld gaat daarin om? 8 miljoen sowieso besteedt de gemeente. Want dat kost zo'n beetje. Ja, ik zeg het even heel. Kan iets meer of minder zijn. Maar rond de 8 miljoen kost de hele sportvoorziening in Enschede. Dat is allemaal gemeenschapsgeld, hè? Dat is een bak geld. Ja, ja. Daar kan je een zwembadje verbouwen. Precies. En dan, dan snap ik het wel dat je wil weten. Als daar bestuurlijk het een en ander. Want het zijn wel de toezichthouders. Ja. Hè? Nou heeft de gemeente wel gezegd op vraag die ik heb gesteld. Van ja, het heeft niks met zwembad te maken. En het heeft ook niet met de financiële positie te maken. Ja, maar wat dan wel. Hè? Ik snap dat raadsleden het willen weten. En heel eerlijk gezegd, ik zou het ook willen weten. Gaan we hier nog achterkomen? Ik hoop het. Heb jij een vermoeden wat er speelt? Nou, dat is heel lastig als het niet met die dingen te maken heeft. Maar ik vermoed dat het, zoals al aangegeven, met de positie van de commissarissen te maken heeft. Dus en ik heb gelezen, dat staat niet in een brief aan de gemeenteraad, maar wel in een mailtje aan werknemers van Spotaal die ik heb kunnen zien. Dat de directeur mag blijven. De vacature voor de zoektocht naar een nieuwe directeur is stopgezet. Dus de interim mag nu blijven. Vind ik ook opvallend. En het college die spreekt het vertrouwen uit in deze directeur. Dus er speelt iets. En waarschijnlijk rondom de taken. En dat denk ik dan. Hè, de taken en die de Raad van Commissarissen heeft. En daar zijn gewoon reglementen voor. Die staan ook op de website van Spotaal. Die heb ik ook gelezen. Ik denk dat de gemeente daar iets, of de aandeelhouder moet ik zeggen, maar dat is de gemeente, de enige aandeelhouder, dus de wethouder, dat daar misschien iets aan wil veranderen, dat er wat taken bijkomen of afgaan. Dat vermoed ik, maar ja, goed, dat weten we niet. Misschien via een wolverzoek. Herman Brouwer gaf me toch wel een goede tip, zag ik net. Dus we moeten over nadenken. Die gaf het voorzetje. Nou, denk er rustig over na. Dankjewel, Wilco. Ja.